Welkom bij de Roermondse watersportvereniging Nautilus. Op jaarbasis heeft de vereniging zo'n 1700 schepen te gast. Daarmee is de jachthaven van Nautilus de grootste passantenhaven in de regio. Voor gasten heeft Nautilus zo'n 150 meter vrije kade en steigerplaatsen ter beschikking. Daarnaast stellen leden bij afwezigheid hun ligplaats ter beschikking voor passanten. De haven van Nautilus is gecertificeerd met de blauwe vlag, een kwaliteitskeurmerk dus. Faciliteiten als een milieupark met inname van grijs en zwart water, sanitaire voorzieningen, douche- en wasruimten, elektriciteit, gratis wifi en picknickplaatsen op het terrein zijn vanzelfsprekend. In geval van nood is er een AED aanwezig. Het havenkantoor is tijdens het seizoen dagelijks geopend en wordt door twee havenmeesters bemand. Nautilus is bereikbaar via VHF kanaal 31 en telefonisch op 06-2537-6943. De gezellige oude binnenstad van Roermond ligt op zo'n 200 meter van de haven en is met zijn winkels, restaurants en terrasjes zeker een bezoekje waard. Met zijn 7,5 miljoen bezoekers per jaar is het Designer Outlet Center op enkele minuten loopafstand voor de echte shoppers een ware uitdaging. Het haventerrein is van de openbare weg afgesloten door middel van een hekwerk. De poorten worden bediend met behulp van een drukknop of een cijfercode. Het havenkantoor en het restaurant met terras zijn enkel vanaf de openbare weg bereikbaar. Nautilus is vanaf het water gemakkelijk te bereiken. Komende over de Maas vanuit noordelijke richting doemt na het uitvaren van de sluis Roermond de skyline van de stad al snel op. Net achter de Maasbrug en voorbij de monding van de Roer ligt aan bakboordzijde het haventerrein van Nautilus. De invaart van de haven ligt nog zo'n 800 meter stroomopwaarts. Kies na het binnenvaren meteen bakboord. Om het havenkantoor te bereiken dient u de gehele haven terug te varen en bij de splitsing stuurboord aan te houden.